الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة fella <laughs> الله اكبر الله اكبر لا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Na het reciteren van de Teshaho, Taawos en Surat al-Fatiha verklaarde Hazrat Khalifatul al de V. Er werden verhalen verteld met betrekking tot Hazrat Abu Bakr Siddiq. Eén overlevering met betrekking tot Hajjatul al-Wada is op de volgende manier opgetekend: De heilige profeet rook naar Hajjatul wada op een donderdag, toen er nog maar zes dagen resteerden tot de maand Zikada, in het tiende jaar na Hijra. Volgens een ander verhaal vertrok de Heilige Profeet Sallallahu op een zaterdag. Dit zal niet te min, vertelt Hazrat Asma bint Abi Bakr, toen de Heilige Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam van plan was te vertrekken voor Hajjat al Wada. Zei Hazrat Abu Bakr Siddiq o Boodschapper van Allah, ik heb een kameel. En wij kunnen daar onze proviant opladen. De Heilige Profeet sallallahu alayhi wa sallam, stemde hiermee in. Vandaar dat dezelfde kameel werd gebruikt voor de proviant van de Heilige Profeet sallallahu alayhi wa sallam, en die van Hazrat Abu Bakr. De Heilige Profeet sallallahu alayhi wa sallam, liet proviant bereiden van meel en gerst en laadde dit op de kameel van Hazrat Abu Bakr. Hazrat Abu Bakr overhandigde vervolgens de kameel aan zijn dienaar. Hazrat Asma bint Abi Bakr vertelt wij vertrokken naar Hajj aan de zijde van de heilige profeet alayhi wasallam. Toen wij Arsh bereikten, stapte de heilige profeet alayhi wasallam af van zijn kameel en wij deden dat ook. Hierna ging Hazrat Aisha aan de zijde van de heilige profeet alayhi wasallam zitten en ik ging aan de zijde van mijn vader zitten. De voorzieningen van de heilige profeet sallallahu en Hazrat Abu Bakr waren op dezelfde kameel, zoals is vermeld. En dit was met een dienaar van Hazrat Abu Bakr. Hazrat Abu Bakr wachtte op zijn komst. De dienaar arriveerde, maar de kameel was niet bij hem. Hazrat Abu Bakr vroeg: "Waar is uw kameel?" Hij antwoordde: "Ik ben hem de vorige nacht verloren." Hierop zei Hazrat Abu Bakr: "Er was maar één kameel." En die bent u ook kwijt. Hierop stond Hazrat Abu Bakr op om hem te slaan. De heilige profeet alayhi wa sallam, glimlachte en zei: Kijk naar deze mohrim. Wat is hij aan het doen? Ibn Rizma verhaalt dat de heilige profeet alayhi wa sallam, slecht zei. Kijk naar deze mohrim. Wat staat hij op het punt te doen? De heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam begon toen te glimlachen. Niet te min. Toen enkele van de metgezellen te weten kwamen dat de proviant van de Heilige Profeet Sallallahu Sallam verloren was gegaan, brachten zij hem wat hies. Dit is een zoetigheid van zeer hoge kwaliteit, gemaakt van dadels, meel en boter. Dit werd gepresenteerd voor de Heilige Profeet Sallallahu Sallam. De Heilige Profeet Sallallahu Sallam richtte zich tot Hazrat Abu Bakr, die zijn dienaar berispte, en zei: O Abu Bakr. Wees mild, want deze zaak ligt nog in uw handen, nog in de onze. Deze dienaar moet zeker geprobeerd hebben om de kameel niet te verliezen, maar het is verloren gegaan. In ieder geval, zei de heilige profeet sallallahu alayhi sallam, kijk, dit is een zuivere vorm van voeding, die tot ons is gebracht van Allah de Almachtige en het is een vervanging van onze proviant die bij deze dienaar was. Daarop aten de heilige profeet sallallahu alayhi wasalam, en Hazrat Abu Bakr het voedsel en degenen die gewoonlijk met hen aten, aten er ook van totdat allen verzadigd waren. Daarna kwam Hazrat Safoan bin Mu'attal aan. Zijn verantwoordelijkheid was om de entourage te volgen. De taak die hem was toevertrouwd was dezelfde als die vermeld was in het voorval van Ifk. Volgen en zien of er iets was achtergelaten. Hazrat Safwan kwam aan en bij hem was de kameel die de reisbenodigheden droeg. Hij bracht de kameel en zette hem bij de ingang van waar de heilige profeet Sallallahu Alaihi zijn kamp had opgeslagen. De heilige profeet Sallallahu Alaihi sallam, zei toen tegen Hazrat Abu Bakr, ga na of er iets van uw bezittingen ontbreekt. Hazrat Abu Bakr antwoordde, afgezien van een kom waar we water uit dronken ontbreekt er niets. De dienaar zei toen, die kom is bij mij. Hazrat Abu Bakr Siddiq Rasialat al vertelt dat hij aan de zijde van de heilige profeet Alaihi waal, vertrok om de pelgrimstocht te verrichten tijdens de Hajjatul Wada. Met hem was zijn vrouw Asma Bint Omes Rasialat al toen zij Dulholefa bereikten, beveel Hazrat Asma van Mohammed bin Abu Bakr. Dulholefa is gelegen op 6 tot 7 mijl van Medina. Hazrat Abu Bakr ging naar de Heilige Profeet Sallallahu en informeerde hem over de geboorte. De Heilige Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zei tegen hem, Zeg tegen Asma dat zij zich moet baden, vervolgens de ihram moet dragen voor Hajj en alle rituelen moet verrichten die anderen doen, dat wil zeggen de andere pelgrims, met uitzondering van het verrichten van de omlopen rond het huis van Allah. Toen de heilige profeet alayhi wa sallam, langs de vallei van Osfaan kwam, vroeg hij: O Abu Bakr, welke vallei is dit? Hazrat Abu Bakr antwoordde: Dit is de vallei van Oswan. De heilige profeet alayhi wa sallam, verklaarde toen: Hazrat Hud en Hazrat Saleh kwamen hier voorbij om de bedevaart van het oude huis te verrichten op twee rode kamelen, waarvan de neusringen gemaakt waren van de bast van dadelpalmen. Zij droegen een mantel omwikkeld met een zwart-wit versierde doek erover en zij reciteerden de telbië. Tijdens de reis gedurende de afscheidsbedevaart behoorde Hazrat Abu Bakr tot degenen die een offerdier bij zich hadden. Hazrat Abu Bakr vertelt: Ik zag tijdens de afscheidsbedevaart dat Sohail bin Amr op de plaats stond om de offers te brengen. En hij bracht het offerdier van de heilige profeet wa sallam, dichter naar hem toe. De heilige profeet alayhi wa sallam, slachtte het met zijn eigen handen. Daarna riep hij om een persoon om het haar op zijn hoofd af te scheren. Hij zegt: Ik zag dat Soheil het gezegende haar van de heilige profeet alayhi wa sallam, op zijn eigen ogen legde. Ik herinnerde me toen dat dit dezelfde Soheil was die de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam tegenhield om bismillahirrahmanirrahim te schrijven. Toen de overeenkomst voor het verdrag van Hodabia werd opgeschreven. Hierop prees en verheerlijkte ik Allah die Sohail naar de islam leidde, en die vervolgens uitblonk in zijn oprechtheid en toewijding nadat hem de leiding was gegeven. Met betrekking tot Hazrat Abu Bakr Siddiq, die de gebeden leidde tijdens de laatste ziekte van de heilige profeet vertelt Hazrat Aisha. Tijdens zijn ziekte zei de heilige profeet Zeg tegen Abu Bakr dat hij de mensen moet leiden tijdens de gebeden. Hazrat Aisha verklaart: Ik zei toen, Hazrat Abu Bakr zal niet in staat zijn om de mensen toe te spreken vanwege het huilen, terwijl hij op uw plaats staat. Instrueer daarom Hazrat Omer om het gebed te leiden. Hazrat Aisha zegt vervolgens: Ik zei tegen Hazrat Hafsa: Zeg tegen de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam dat als Hazrat Abu Bakr op zijn plaats staat, de mensen niet in staat zullen zijn om Hem te horen door al Zijn geween, dus Hij moet Hazrat Omer instrueren om de mensen voor te gaan in het gebed. Hazrat Hafsa deed dat, maar de Heilige Profeet sallallahu alayhi, uitte Zijn ongenoegen en zei, Blijf stil, jullie gedragen je als de vrouwen van Yusuf. Zeg tegen Abu Bakr dat Hij het is die het volk zal voorgaan in het gebed, voorafgaand aan het verleiden van de Heilige Profeet sallallahu alaykum. Toen Hazrat Abu Bakr niet aanwezig was, vertelde Hazrat Bilal en Hazrat Umar om de gebeden te leiden. Toen de stem van Hazrat Umar de heilige profeet in zijn kamer bereikte, vroeg hij: Waar is Abu Bakr? Allah en de moslims zijn niet tevreden dat iemand anders dan Abu Bakr de gebeden leidt. Hazrat Abu Bakr werd toen geroepen en hij arriveerde toen Hazrat Umar het gebed al had voltooid. Hazrat Abu Bakr bleef vervolgens de gebeden leiden tijdens de ziekte van de heilige profeet sallam, tot aan zijn overlijden. Hazrat Aisha verhaalt: Tijdens zijn ziekte droeg de heilige profeet sallam, aan Hazrat Abu Bakr op om de mensen in het gebed te leiden. En om deze reden leidde hij de mensen in het gebed. Orwa meldt. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam enige verlichting van zijn ziekte voelde, kwam hij naar buiten naar de moskee. Hij zag dat Hazrat Abu Bakr vooraan stond en de mensen in het gebed leidde. Toen Hazrat Abu Bakr de heilige profeet sallallahu alaihi zag, stapte hij achteruit. Toen hij dit zag, wees de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aan Hazrat Abu Bakr om op zijn plaats te blijven en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nam plaats naast hem. Hazrat Abu Bakr bad naast de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam en de mensen volgden het gebed van Hazrat Abu Bakr. <coughs> Dit is een vertelling van Sahih al-Bukhari. Er is nog een soort gelijke vertelling in Bukhari. Hazrat Anas bin Malik en Sari verhaalt, Hazrat Abu Bakr zou de mensen voorgaan in het gebed tijdens de ziekte van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam, die leidde tot zijn overlijden. Het was op een maandag terwijl de mensen in hun rijen aan het bidden waren, toen de heilige profeet sallallahu alayhi sallam het gordijn van zijn kamers ophief. De heilige profeet sallallahu alayhi stond en keek naar ons en het was alsof zijn gezegende gezicht een bladzijde van de heilige Koran was. Hij was blij en glimlachte en wij dachten dat we met plezier elke ontbering zouden aangaan bij het zien van de heilige profeet sallallahu alayhi. Ondertussen stapte Hazrat Abu Bakr achteruit om zich bij de rijen aan te sluiten, omdat hij dacht dat de Heilige Profeet sallallahu alayhi wa sallam, naar buiten was gekomen voor het gebed. Maar de Heilige Profeet sallallahu alayhi wa sallam gaf door middel van een aanwijzing door dat we ons gebed moesten voltooien en toen liet hij zijn gordijn zakken. De Heilige Profeet sallallahu alayhi wa sallam, overleed diezelfde dag. In overeenstemming met de eerste vertelling verklaart Hazrat Maud Hazrat Aisha rapporteert dat, toen de Heilige Profeet wa sallam, onwel was door de ziekte die leidde tot zijn overlijden, hij niet in staat was om de gebeden te leiden vanwege ernstige zwakte. Om deze reden droeg Hazrat Abu Bakr op om de gebeden te leiden. Toen Hazrat Abu Bakr het gebed begon, voelde de Heilige Profeet wa sallam, enige opluchting en ging naar buiten voor het gebed. Hazrat Aisha verklaart: "Na het instrueren van Hazrat Abu Bakr om het gebed te leiden en nadat het gebed was begonnen, voelde de Heilige Profeet sallallahu alayhi wasallam enige verlichting in zijn ziekte. Dus de Heilige Profeet sallallahu alayhi wasallam kwam naar voren, terwijl twee mannen hem overeind oversteunden. Zij vervolgt: Op dat moment zag ik voor mijn ogen dat de voeten van de Heilige Profeet sallallahu alayhi wa sallam, als gevolg van hevige pijn tegen de grond sleepten." Bij het zien van hem was Hazrat Abu Bakr van plan een stap terug te doen. De heilige profeet sallallahu alayhi waal, werd zich hiervan bewust en wees Hazrat Abu Bakr aan om op zijn plaats te blijven. Daarop werd de heilige profeet sallallahu sallam erheen gebracht en nam hij plaats naast Hazrat Abu Bakr. Hierna begon de heilige profeet sallallahu alayhi waal, te bidden en Hazrat Abu Bakr volgde hem in het gebed en de rest van het volk volgde Hazrat Abu Bakr in het gebed. Met betrekking tot het overlijden van de Heilige Profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft Urwa bin Zobair een andere vertelling gemeld van de gezegende vrouw van de Heilige Profeet sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Aisha. De Heilige Profeet sallallahu alayhi wa sallam was overleden terwijl Hazrat Abu Bakr in Sona was. Met andere woorden, hij was in het dorp Sona gelegen in de buitenwijken. Toen hij het nieuws hoorde, stond Hazrat Omer op. Toen de heilige profeet sallallahu sallam overleed, was Hazrat Abu Bakr niet aanwezig. Maar Hazrat Omer was wel aanwezig en hij stond op en zei, Ik zweer bij Allah, de heilige profeet sallallahu sallam is niet heengegaan. Hazrat Aisha verklaart, Hazrat Omer zou zeggen, Ik zweer bij Allah. Op dat moment voelde ik dat Allah de heilige profeet sallallahu sallam zeker zal doen ontwaken. Om de handen en voeten van sommigen van de mensen af te snijden. Intussen kwam Hazrat Abu Bakr aan, verwijderde de doek van het gezicht van de heilige profeet Sallallahu kuste hem en zei: Mogen mijn ouders voor u geofferd worden? U bent heilig en rein op het moment van uw heen gaan, net zoals u was tijdens uw leven. Ik zweer bij hem in wiens handen mijn leven is. Allah zal nooit toestaan dat u aan twee doden wordt onderworpen. Nadat hij dit gezegd had, ging Hazrat Abu Bakr naar buiten. En zei: O gij die een eed zweert, stop met wat je aan het doen bent. Dat wil zeggen, hij zei tegen Hazrat Omer dat hij moest stoppen. Toen Hazrat Abu Bakr begon te spreken, ging Hazrat Omer zitten. Hazrat Abu Bakr prees God en zei: We Mohammed aanbidt. Laat het dan bekend zijn dat hij zeker is heengegaan. En wie Allah aanbidt, die moet weten dat Allah leeft en nooit kan sterven. Daarna reciteerde Hazrat Abu Bakr dit vers. Zeker zult gij sterven en zeker zullen ook zij sterven. Daarna reciteerde hij het volgende vers. En Mohammed is slechts een boodschapper. Waarlijk, alle boodschappers voor hem zijn heengegaan. Zult gij u dan op de hielen omkeren als hij sterft of gedood wordt? Hij die zich omkeert, zal aan Allah in het geheel geen schade berokkenen. En Allah zal de dankbaren gewis belonen. De verteller zegt, bij het horen hiervan huilden de mensen overvloedig. Hazrat Ibn Abbas verklaart, ik zweer bij Allah. Het leek alsof tot op dat moment, toen Hazrat Abu Bakr dit vers had gereciteerd, de mensen zich niet bewust waren dat Allah zelfs dit vers had geopenbaard. Het was alsof de mensen dit vers van hem leerden. En daarop volgend, wie ik ook tegenkwam, reciteerde ditzelfde vers. De verteller verklaart, Saïd bin Musayyib vertelde mij dat Hazrat Omar verklaarde, ik zweer bij Allah, zodra ik Hazrat Abu Bakr dit vers hoorde reciteren, werd ik zo angstig dat ik op de grond viel, omdat mijn voeten mij niet overeind konden houden uit vrees. Toen ik Hazrat Abu Bakr dit vers hoorde reciteren, besefte ik dat de heilige profeet Sallallahu wa Wasallam was heengegaan. Hazrat Abdullah bin Omar verhaalt, Hazrat Abu Bakr passeerde Hazrat Omer terwijl hij zei dat de heilige profeet Sallallahu Alaihi wa niet was heengegaan en niet zou heengaan totdat Allah de Almachtige de hypocrieten uitroeit. Hazrat Abdullah bin Omer vervolgde toen zij dit hoorden. Verheugden de metgezellen zich en hieven hun hoofden op. Terwijl Hazrat Abu Bakr zei, laat het bekend zijn dat de heilige profeet sallallahu alayhi sallam, inderdaad is heengegaan. Hij richtte zich tot Hazrat Omar en zei dat de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam, inderdaad was heengegaan. Heeft u niet gehoord dat Allah de Almachtige heeft verklaard? Jij zult zeker sterven en zij zullen zeker ook sterven. En? En? Wij hebben voor u geen mens het eeuwige leven geschonken. Hierna stond Hazrat Abu Bakr op de preekstoel en sprak de mensen toe. Hoe dan ook, Abu Abdullah Kortubi stelt in het commentaar op deze hadith: dit incident is een groot testament voor de moed van Hazrat Abu Bakr. Want het toppunt van moed is om vastberaden en standvastig te blijven tijdens tegenspoed. En er kon op dat moment geen grotere ramp voor de moslims zijn geweest dan het overlijden van de heilige profeet. Dus op dat moment werden de omvang van zijn kennis en dapperheid beide duidelijk. Zijn dapperheid werd aangetoond door zijn vermogen om de tragedie te doorstaan. En zijn kennis werd aangetoond door zijn uitleg van de verzen van de Heilige Koran. Als er het Zilat al-Anho verklaart: Het is opgetekend in boeken van overleveringen en geschiedenis dat het overlijden van de Heilige Profeet zo'n diepe invloed had op de metgezellen dat zij volkomen geschokt waren, waardoor sommigen niet konden spreken, sommigen niet konden lopen. Sommigen niet in staat waren om controle te houden over hun zintuigen en gedachten. In feite waren sommigen zo diep getroffen door deze schok dat binnen een tijdbestek van een paar dagen zij de een na de ander overleden. Hazrat Omar was zo zwaar getroffen door deze schok dat hij het nieuws van het overlijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam geheel ontkende en met zijn zwaard in de hand stond en verklaarde. Als iemand zegt dat de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam, is heengegaan, zal ik hem doden. Hij is slechts opgeroepen, zoals Mozes wa was opgeroepen. Zoals hij na veertig dagen terugkeerde, zo zal ook de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam, na enige tijd terugkeren. Zij die beschuldigingen tegen hem uiten en huichelaars zijn, zullen gedood en gekruisigd worden. Hij deed deze verklaring met zo'n passie dat geen van de metgezellen de kracht voelde om hem te weerleggen. In feite overtuigde het zien van deze passie van Hazrat Omer sommigen van hen ervan dat de waarheid inderdaad is dat de heilige profeet wasalam, niet is heengegaan. En deze vreugde was duidelijk te zien aan hun uitdrukkingen. Dus de mensen voelden zich ofwel bedroefd of opgetogen. Bij het zien van deze stand van zaken. Stuurden sommige van de meer voorzichtige metgezellen onmiddellijk een metgezel om Hazrat Abu Bakr terug te brengen, die met de toestemming van de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam, naar een dorp in de buurt van Medina was gereisd, zodra zijn gezondheid enigszins was verbeterd? De metgezel was nog maar net vertrokken toen hij Hazrat Abu Bakr ontmoette, die op de terugweg was. Bij het zien van hem begonnen tranen te stromen uit de ogen van de metgezel die op weg was gegaan om het nieuws te brengen, en hij huilde onbedaarlijk. Hazrat Abu Bakr begreep wat er was gebeurd en vroeg de metgezel of de heilige profeet sallallahu alaykum was heengegaan. Hij legde uit dat Hazrat Omar verklaarde dat wie ook zei dat de heilige profeet sallallahu alaykum was heengegaan, hij hen met zijn zwaard zou onthoofden. Hierop ging Hazrat Abu Bakr naar het huis van de heilige profeet sallallahu alaykum. Hij verwijderde het laken dat het gezegende lichaam van de heilige profeet sallallahu bedekte om te bevestigen dat hij inderdaad was heengegaan. Het verdriet van het verlies van zijn geliefde bracht Hazrat Abu Bakr tot tranen, terwijl hij zich boog en het voorhoofd van de heilige profeet sallallahu sallam, kuste en zei: "Bij God, Allah de Almachtige zal u niet twee keer laten sterven. De wereld heeft geleden door uw verlies, zo'n lijden dat nooit is doorstaan bij het overlijden van een andere profeet." Uw wezen is onbeschrijfelijk en uw grootheid is zodanig dat geen rouw ons verdriet kan verzachten. Hadden wij de macht gehad u heen gaan te beletten, dan hadden wij allen ons leven geofferd in ruil om het uwe van de dood te redden. Na dit gezegd te hebben, bedekte hij de heilige profeet Sallallahu Alaihi met het laken en ging toen in de richting van het gebied waar ze er zat met een groep metgezellen. En hij vertelde hen dat de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam niet was heengegaan en nog in leven was. Toen hij daaraan kwam, vroeg Hazrat Abu Bakr en Hazrat Umar om stil te zijn, maar hij luisterde niet en ging door met spreken. Dus Hazrat Abu Bakr verhuisde naar een kant en begon de mensen te informeren dat de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam was overleden. De metgezellen verwijderden zich van Hazrat Umar en begonnen zich rond Hazrat Abu Bakr te verzamelen. Uiteindelijk had Hazrat Umar geen andere keuze dan naar hem te luisteren.

En Mohammed sallallahu alayhi wa is slechts een boodschapper, waarlijk alle boodschappers voor hem zijn heengegaan. zult Gij u dan op de hielen omkeren als hij sterft of gedood wordt? Zeker, jullie zullen sterven en zeker zullen ook zij sterven. O mensen, laat Hij die Mohammed sallallahu alayhi sallam aanbad, horen dat Mohammed sallallahu alayhi sallam is heengegaan. Wie Allah aanbidt, moet zich herinneren dat Hij leeft en niet kan sterven. Toen Hazrat Abu Bakr beide zojuist genoemde verzen aanhaalde en de mensen informeerde dat de heilige profeet was heengegaan, realiseerden de metgezellen zich de realiteit en begonnen onmiddellijk te weren. Hazrat Omer zelf verklaart toen Hazrat Abu Bakr het overlijden van de Heilige Profeet Sallallahu Alaihi bewees door middel van verzen van de Heilige Koran. Voelde het voor mij alsof die twee verzen op diezelfde dag waren geopenbaard en mijn knieën werden zwak, bijna niet in staat om het gewicht van mijn lichaam te dragen. Ik begon te struikelen en de immense schok deed mij op de grond vallen. Hazrat Muslim Maud al verklaart met betrekking tot de eerste overeenstemming onder de moslims over deze gelegenheid. Alle profeten, voorafgaand aan de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam, zijn heengegaan, inclusief Jezus wa sallam. Toen de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam, overleed, waren de moslims in een staat van angst en het verdriet werd ondraaglijk. Diezelfde angst bracht Hazrat Umar ertoe zijn zwaarte voorschijn te halen terwijl hij zei: als iemand zegt dat de heilige profeet Sallallahu alayhi Wasallam is heengegaan, zal ik hem onthoofden. De heilige profeet Sallallahu Wasallam is niet heengegaan, maar net als Mozes is hij gegaan om God te ontmoeten en zal terugkeren. De hypocrieten elimineren en dan heen gaan. Hazrat Omar Al geloofde dat, totdat de hypocrieten waren geëlimineerd, de heilige profeet sallallahu alayhi niet kon heengaan. En gezien er nog steeds hypocrieten aanwezig waren op het moment van zijn overlijden, dacht hij dat de heilige profeet sallallahu alayhi nog niet was heengegaan. Hazrat Abu Bakr kwam aan uit een dorp dat hij had bezocht in de buurt van Medina. Hij ging naar het huis van de heilige profeet Sallallahu alayhi Wasallam, zag zijn lichaam en bevestigde dat hij inderdaad was heengegaan, waarna hij vertrok. Hij kwam naar buiten terwijl hij zei, Allah de Almachtige zal niet toestaan dat de heilige profeet Sallallahu alayhi Wasallam twee keer sterft, waarmee hij bedoelde dat de ene de fysieke dood was, terwijl de andere verwees naar de geestelijke dood van de moslims na zijn overlijden. Hij ging toen rechtstreeks naar de groep metgezellen en zei dat hij iets wilde zeggen tegen de mensen. Hazrat Omar stond met zijn zwaard in de hand met de bedoeling dat als iemand het overlijden van de heilige profeet sallallahu aankondigde, hij hen zou doden. Hazrat Abu Bakr stond en maakte juist deze aankondiging aan de mensen, zeggende. Laat degene die Mohammed sallallahu alayhi wa sallam horen dat Mohammed sallallahu alayhi wa is heengegaan. Laat degene die Allah aanbidt zich verheugen, want hij is levend en kan nooit sterven. Daarna, zoals eerder vermeld, reciteerde hij het volgende vers uit de Heilige Koran. En Mohammed wasalam, is slechts een boodschapper. Waarlijk, alle boodschappers voor hem zijn heen gegaan. Hoe zou hij dan niet ook heen gaan? Zult gij u dan op de hielen omkeren als hij sterft of gedood wordt en de islam verlaten? Hazrat Omar verklaart, toen Hazrat Abu Bakr dit vers van de Heilige Koran reciteerde, opende het mijn ogen en het voelde alsof dit vers nog maar net was geopenbaard. Het werd mij duidelijk dat de heilige profeet alayhi wa sallam, was heengegaan. Mijn voeten begonnen te beven en ik viel op de grond. Hierna vervolgt Hazrat Muslim Ruzulat al Dit is de enige ijma van de metgezellen, omdat op dat moment alle metgezellen aanwezig waren. In werkelijkheid hebben de moslims nooit een tijd als deze meegemaakt, want daarna zijn zij nooit meer op dezelfde manier bijeengekomen. In deze overeenstemming reciteerde Hazrat Abu Bakr het volgende vers. En Mohammed alayhi wa sallam, is slechts een boodschapper. Waarlijk, alle boodschappers voor hem zijn heengegaan. Daarom is het geen wonderbaarlijke zaak als ook hij heen gaat, En alle metgezellen waren het met hem eens. Terwijl hij dit uitlegt in relatie tot Hazrat Abu Bakr, zegt de beloofde Messias. Hazrat Abu Bakr Siddiq, Zilat al heeft zo'n grote gunst verleend aan deze umma dat het niet mogelijk is om het terug te betalen. Als hij niet alle metgezellen in Masjid-e-Nabawi had verzameld en niet het vers voor hen had gereciteerd dat alle profeten zijn heengegaan, dan zou deze umma vernietigd zijn, omdat de kwaadwillende geestelijken van dit tijdperk zouden hebben gezegd dat zelfs de metgezellen geloofden dat profeet Jezus in leven was. Echter, voor Hazrat Abu Bakr Sidi Kriszalat al-Anho om dit gezegende vers te presenteren, geeft aan dat alle metgezellen unaniem overeenkwamen dat alle voorgaande profeten waren heengegaan. In feite werden coupletten gecomponeerd over deze overeenstemming. Mogen Allah de Almachtige Zijn oneindige genade over de ziel van Abu Bakr laten neerdalen? Want Hij redde alle zielen van de ondergang door deze overeenstemming, waarbij alle metgezellen aanwezig waren. Geen enkele metgezel was op dat moment afwezig. Dit was de eerste unanieme overeenkomst onder de metgezellen en een ongelooflijk prijzenswaardige gebeurtenis. Er is een gelijkenis tussen Abu Bakr en de beloofde messias al-Islam, namelijk dat Allah de Almachtige in de Heilige Koran met betrekking tot hen beiden heeft verzekerd dat wanneer een staat van vrees over de islam zal neerdalen en de mensen zich van hun geloof zullen beginnen af te keren in afvalligheid, het op dat moment is dat zij zullen verschijnen. Gedurende de tijd van Hazrat Abu Bakr en de beloofde al islam is dit precies wat er gebeurde. Dus na het overlijden van de heilige profeet werden honderden onwetende Arabieren afvalligen. Er waren slechts twee van dergelijke moskeeën waar er gebeden werd. Hazrat Abu Bakr vestigde hen opnieuw op de islam. Evenzo verlieten in de tijd van de beloofde Messias honderdduizenden mensen de islam en gingen over op het christendom. Beide hachelijke tijden zijn vermeld in de Heilige Koran, dat wil zeggen in de vorm van een profetie. Met betrekking tot de gelafhet van Hazrat Abu Bakr wordt vermeld dat toen de edele metgezellen hoorden van het overlijden van de Heilige Profeet. alayhi zij bijeenkwamen in de Sarifa van de Banu In deze bijeenkomst bespraken zij de kwestie van Gelafet. De Ansar verzamelden zich ten gunste van Sa'ad bin Obada, de leider van de Khazraj. Op dat moment was Hazrat Sa'ad bin Obada onwel. Na het noemen van zijn aanzienlijke offers en diensten voor de Islam, verklaarden de Ansar hem waardig te zijn voor Gelafet. Dus al nadat zij hem Gelafet waardig hadden verklaard, hadden de Ansar nog geen trouw aan hem gezworen. Toen een persoon van de Ansar de vraag stelde wat er zou gebeuren als de Mojaddarine hun gelafet niet zouden accepteren, hierop suggereerde iemand dat er één Khalifa van de Ansar en één Khalifa van de Mojaddarine zou moeten zijn. Maar Hazrat Saad bin Obada weefde dit terzijde en verklaarde het als een zwakte van de kant van de stam van Os. De Ansar waren nog steeds aan het debatteren over de kwestie van gelafet in de binnenplaats van de Banu Saida. toen Hazrat Omar bin Al Khattab, Hazrat Abu Ubada bin Al jirah en andere prominente metgezellen bijeen waren in Masjid al-Nabawi. Het tragische verlies van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam aan het verwerken waren. Hazrat Abu Bakr, Hazrat Ali en andere leden van de familie van de heilige profeet Sallallahu waren druk bezig met het treffen van de begrafenisvoorbereidingen. Niemand had zelfs maar gedacht aan de kwestie van Khilafat en waren niet op de hoogte van het feit dat de Ansar bijeengekomen waren over de kwestie te beraadslagen en een leider uit hun midden wensen te kiezen. In het tabqatul Kobra staat geschreven dat Hazrat Omar naar Hazrat Abu Bada bin Al-Jarah kwam en zei, Steek uw hand uit, zodat ik trouw kan zweren, want u bent door de heilige profeet Sallallahu alayhi Wasallam zelf uitgeroepen tot de bewaarder van het geloof. Hazrat Abu Beda zei tegen Hazrat Omer, sinds u de islam hebt aanvaard, heb ik nog nooit een onoplettendheid van uw kant gezien zoals deze. Zal u trouw aan mij zweren, terwijl we Siddiq en een van de twee onder ons hebben? Dat wil zeggen, Hazrat Abu Bakr. Tijdens dit gesprek kwamen zij te weten over de bijeenkomst van de Ansar. Hierop stuurde Hazrat Omer een bericht naar Hazrat Abu Bakr om hem te informeren dat er een belangrijke zaak is die opgelost moet worden. Hazrat Abu Bakr weigerde naar buiten te komen omdat hij druk bezig was met het regelen van de begrafenis. Hierop stuurde Hazrat Omer een andere boodschap naar binnen, zeggende: Er is een dringende zaak waarvoor uw aanwezigheid van vitaal belang is. Hierop kwam Hazrat Abu Bakr naar buiten en vroeg Hazrat Umar wat belangrijker kon zijn dan het regelen van de begrafenis van de heilige profeet Sallallahu Wasallam, waarvoor hij hem opriep. Hazrat Omer zei, weet u dat de Ansaar zich verzameld hebben in de binnenplaats van de Saida en besloten hebben om Hazrat Saad bin Abada te kiezen als de Khalifa? Iemand van hen zei dat er een leider uit hun midden moest zijn en een leider uit het midden van de Quraysh. Toen Hazrat Abu Bakr, Hazrat Omer en Hazrat Abu Ubeda dit hoorden, bereikten zij de binnenplaats van de Banu Saida, waar zij in het midden van het debat waren. Hazrat Abu Bakr, Siddiq, Hazrat Omer en Hazrat Abu Ubeda gingen naar hen toe en gingen tussen hen zitten. Hazrat Omer verklaarde: Wij gingen naar de Ansar. Toen we hen naderden, ontmoetten wij twee rechtschapen mensen, Owan bin Saida en Oman bin Adil. Zij beiden informeerden ons over de intenties van de Ansaar. Toen vroegen zij: Waar gaan jullie naartoe? Waarop wij zeiden: Wij gaan naar onze Ansaar-broeders. Zij zeiden: Jullie hoeven niet naar hen toe te gaan, jullie kunnen de zaak onderling oplossen. Wij zeiden tegen hen: Bij God, wij zullen zeker naar hen toe gaan. Niettemin gingen zij naar hen toe. Hazrat Omar zegt verder: wij bereikten de Ansar. In mijn gedachten dacht ik aan een toespraak die ik zou houden voor de Ansar. Toen wij daar aankwamen en ik op het punt stond te zeggen wat ik had bedacht, zei Hazrat Abu Bakr al echter tegen mij: wacht tot ik heb gesproken. Zeg daarna wat u wenst te zeggen. Toen begon Hazrat Abu Bakr te spreken en zei alles wat ik had willen zeggen. Sterker nog, hij zei zelfs meer. Met betrekking tot wat Hazrat Abu Bakr zei in zijn toespraak, is dit kort opgetekend in de volgende vertelling. Abdullah bin Abdurrahman verklaart: Na Allah te hebben geprezen en hem te hebben verheerlijkt, zei hij. Voorwaar, Allah heeft Muhammad sallallahu alayhi wasallam, gezonden als een boodschapper en een bewaker tegen zijn schepping, opdat zij Allah kunnen aanbidden en zijn eenheid kunnen bevestigen. Voordien aanbaden zij verschillende goden en zeiden dat deze goden voor hen zouden bemiddelen en hun voordeel zouden schenken. Ook al waren zij uit hout en steen gehouden. Toen reciteerde Hazrat Abu Bakr het volgende vers.

wij dienen hen slechts opdat zij ons in de nabijheid van Allah brengen. Vervolgens verklaarde hij: de Arabieren zouden het verafschuwen als iemand het geloof van hun voorvaderen zou verlaten. Aldus, uit de stam van de heilige profeet, sallallahu alayhi wa sallam, schonk Allah de Almachtige in de eerste plaats. De gelegenheid aan de Muhajirien om te getuigen van de waarachtigheid van de heilige profeet Sallallahu Alaihi Wasallam en zijn boodschap te aanvaarden en hem te steunen in tijd van nood. Zij bleven standvastig bij de heilige profeet Sallallahu Alaihi Wasallam gedurende de verschrikkelijke vervolging en verwerping door zijn eigen volk. Hazrat Abu Bakr zei verder. Ondanks het feit dat iedereen zich tegen hen verzette en hen vervolgde, toch, ondanks dat zij minder in aantal waren, vreesden zij nooit de onderdrukking en het verenigde front van hun eigen volk. Zij waren het eerste volk op aarde dat Allah aanbad en geloofde in Allah en zijn boodschapper Sallallahu zij zijn de vrienden en verwanten van de heilige profeet sallallahu alayhi sallam, en na hem zijn zij het meest waardig om deze rang te ontvangen met uitzondering van een overtreder zal niemand daarom met hen reden twisten o mensen van de ansar uw eminentie en uw aanwaarding van de islam als eerste kunnen niet worden ontkend Uw steun aan het geloof van Allah en zijn boodschapper alayhi wasalam, is de reden waarom Allah behagen in u had. Bovendien was het verordend dat de migratie van Allah's boodschapper alayhi wasalam, naar jullie toe zou plaatsvinden. De meerderheid van zijn vrouwen en metgezellen wonen hier. Na de eerste muhajirin is er geen gelijke aan u in rang en status. De leider is van onder ons en jullie zijn de viziers. Jullie zullen geraadpleegd worden in elke belangrijke zaak en wij zullen geen belangrijke beslissing nemen zonder jullie eerst te raadplegen. De toespraak die Hazrat Abu Bakr hield in de binnenplaats van Banu Saida is als volgt vermeld in Siret al-Halabiyya. Hazrat Abu Bakr verklaarde: Wat betreft de kwestie van Gilafet, de Arabieren zullen niemand anders accepteren dan iemand uit de Quraysh. De Quraysh hebben, wat betreft hun afkomst en stam en in hun land, dat Makkah is, altijd een verheven en hoge status ingenomen. Door onze afstamming zijn wij verbonden met alle Arabieren, want er is geen enkele stam die niet op de een of andere manier een nauwe band heeft met de Koresh. Wij, de Muhajirien, waren de eersten die de islam accepteerden, en behoren tot dezelfde stam en familie van de heilige Profeet sallallahu alayhi en hebben nauwe banden met hem. Wij zijn van de familie van de Profeet Sallallahu en hebben dus een grote recht op gelaffet. Terwijl hij dezezelfde incidenten vermeldt, schrijft Imam Ahmed bin Hanbal in zijn musnet over de rol gespeeld door Hazrat Abu Bakr. Na het vermelden van Hazrat Abu Bakr die arriveerde bij de gelegenheid van het overlijden van de Heilige Profeet Sallallahu alayhi Wasallam en een toespraak hield voor de moslims en het overlijden van de Heilige Profeet Sallallahu alayhi wasalam, aankondigde, vertelde hij als volgt. Na het houden van zijn toespraak en het aankondigen van het overlijden van de heilige profeet sallallahu alayhi vertrokken Hazrat Abu Bakr en Hazrat Omar snel naar de binnenplaats van Banu Sa'ida. Toen zij daar aankwamen, begon Hazrat Abu Bakr het gesprek en reciteerde wat er in de heilige Koran was geopenbaard met betrekking tot de Ansar en liet niets weg. Hij noemde ook alle voortreffelijkheden die de heilige profeet sallallahu alayhi over de Ansar had gezegd. Daarna verklaarde Hazrat Abu Bakr, jullie herinneren je allemaal dat de boodschapper van Allah alayhi wa sallam, verklaarde dat als alle mensen door een vallei liepen en de Ansaar door een andere vallei liepen, hij door de vallei van de Ansaar zou lopen. Hazrat Abu Bakr wende zich toen tot Hazrat Saad en verklaarde, O Saad, herinnert u zich de tijd toen u daar ook zat en de heilige profeet alayhi wa sallam, verklaarde? dat de Quraysh meer recht hebben op gelaffet, en dat de vromen geleid zullen worden door de vromen van de Quraysh. En de opstandigen zullen onder het gezag van het opstandige volk van de Quraysh zijn. Hierop antwoordde Hazret Saad, Ja, u hebt inderdaad de waarheid gesproken. Wij zijn de viziers en jullie zijn de leiders. Deze verslagen zullen inshallah in de toekomst worden voortgezet. Ik zou de aandacht willen vestigen op de gebeden in het licht van de huidige situatie in de wereld. De situatie is uiterst hachelijk geworden en blijft in ernst toenemen. Het gaat niet om slechts één land. In feite zullen vele landen in dit conflict verwikkeld raken als het doorgaat en de gruwelijke gevolgen ervan zullen nog generaties lang aanhouden. Mogen God de mensen in staat stellen God de Almachtige te erkennen en niet met mensenlevens te spelen om hun wereldse verlangens te vervullen? In ieder geval kunnen wij alleen maar bidden en hen vermanen. En dat doen wij nu al heel lang voortdurend. Maar vooral in deze dagen moeten Ahmadis uitgebreid bidden dat Allah de Almachtige de mensheid mogen behoeden voor de gruwelijke omstandigheden van oorlog en de onvoorstelbare vernietiging die zou kunnen plaatsvinden. Na het vrijdaggebed zal ik bij verstek en begrafenisgebed leiden voor de gerespecteerde Ghushi Muhammad Shakir sahib, die een missionaris van de gemeenschap was. Hij overleed enkele dagen geleden op 79-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilayhi rajoon. Bij de gratie van Allah de Almachtige was hij een moesie. Ahmadiyyat kwam in hun familie door hun grootvader van vaderskant, Hazrat Malwi Karim Bach sahib, die een metgezel was van de beloofde messias al-Islam. Hij aanvaardde Ahmadiyat toen hij getuige was van het teken van de plaag. De broer van Hazrat Malwi Karim Bach Sahib's vrouw, Hazrat Haji Muhammad Abdullah Sahib, had ook het geluk om de bijen te doen aan de hand van de beloofde Messias. In de lijst van metgezellen van de beloofde Messias, gepubliceerd in Tahariq Ahmadiyat, volume 8, staat de naam van Hazrat Haji Muhammad Abdullah Sahib op de 23e plaats. Wat betreft de details van Ghushi Muhammad Shakir Sahib, hij slaagde voor zijn matric-examen in 1969 en wijde daarna zijn leven aan Wakf en trad toe tot Jamia Ahmadiyya. Hij behaalde zijn Shahid-diploma van Jamia in 1977 en slaagde voor zijn Arabi-Fuzzle-examen in 1978. Daarna diende hij de Jamaat en in 1987 behaalde hij een master in islamitische studies. Na het dienen in verschillende steden in Pakistan. Kreeg hij ook de kans om als missionaris te dienen in Guinea-Conakry, waar hij ook een diploma behaalde in de Franse taal? Allah Almachtige zegende hem met zes zonen, en een van zijn zonen, Nasser Islam Sahib, is ook een missionaris van de gemeenschap en dient momenteel in Rabwa. Ghushim Mohammed Sahib had de gelegenheid om in verschillende regio's van Pakistan te dienen. Van 1977 tot 1991. Van 1991 tot 2006 diende hij in Sierra Leone en Guinea-Conakry. Na zijn terugkeer kreeg hij de gelegenheid om verschillende functies te vervullen in de Anjoumen vanaf 2008. Hij kreeg ook de kans om te dienen als aanvullende Nazar Islaou Rashad Makami en in Nazareth Amoureyama. Terwijl hij in Afrika diende, aanvaarden vele vrome zielen Ahmadiet door hem en werden vele jamaats opgericht. Hij was een zeer onbaatzuchtige en hardwerkende missionaris. Verschillende mensen hebben vele geloof-inspirerende verhalen van hem op het gebied van Tabligh verteld over hoe Allah de Almachtige hem hielp. Hij had ook de eer gehad om een Assyriërahimolat te zijn in juli 1986 in een zaak met betrekking tot de Kalimatayiba. Zijn vrouw schrijft: Ik kan getuigen dat hij gedurende mijn hele leven nooit zijn gebed of het Tahajjud-gebed miste. Telkens als hij terugkwam van een officiële Jamaatreis, ondanks de vermoeiendheid en moeheid, zou hij ervoor zorgen om zijn gebeden te verrichten. En hij zou proberen om het in congregatie te verrichten. Zelfs wanneer zijn ziekte sterk was toegenomen en het zeer moeilijk voor hem was om te lopen, zou hij gaan om de gebeden in congregatie te verrichten. Hij bezat ontelbare kwaliteiten. Hij zou altijd bezig blijven met het vervullen van de rechten van Allah en de rechten van zijn schepping. Hij lette op zelfs de kleinste aspecten van takwa en had grote liefde voor gelaffet. Hij was zeer gehoorzaam, nederig en bescheiden. Hij had groot respect voor de missionarissen en ambtsdragers en toonde grote liefde en genegenheid voor kinderen. Hij gaf gul uit aan zijn familieleden en zorgde voor de armen. Hij had een grote passie voor tablier. In de laatste dagen van zijn ziekte, toen zijn gezondheid sterk verslechterde, werd hij drie nachten en drie dagen naar de spoedafdeling gebracht. En wanneer hij naar huis zou terugkeren, zelfs dan zou hij zijn gebed niet missen. Op een dag kwam hij uit het ziekenhuis en verrichtte zijn Fajrgebed en maakte zich toen klaar om naar kantoor te gaan. Wanneer hem werd aangeraden niet te gaan, zei hij dat dit de plicht van een wok was en dat hij daarom niet van zijn werk moest worden weerhouden. Zijn zoon Nasser Islam, die een missionaris van de gemeenschap is, verklaart: sinds wij ons kunnen herinneren, hebben wij onze vader het gebed zien verrichten. En blijk zien geven van een voorbeeldig niveau van gehoorzaamheid. Of het nu een hoge functionaris of een lagere was, hij zou altijd gehoorzaamheid tonen. Hij gaf dagelijks sadra. Hij voltooide altijd de taken die voor die dag waren vastgesteld. Hij was zeer sociaal en had een grote passie voor het Hij verklaart verder: Ik heb mijn vader geobserveerd in Afrika. Of hij nu naar de moskee ging of terugkeerde, een wandeling maakte. In een hotel zat te eten, of als hij in een wachtkamer zat, of als hij een politieagent of militair ontmoette, hij zou nooit een gelegenheid voor tabler laten voorbijgaan. Als we iemand zagen aankomen, zeiden we vaak dat nu onze vader hem gezien heeft, die persoon nu niet meer kan ontsnappen en dat onze vader zeker tabler met hem zal verrichten. Een andere zoon van hem verklaart. Onze vader vertelde ons dat hij eens in Afrika was, waar hij voor veel uitdagingen stond op het gebied van tablier. Hij verrichtte veel gebeden en verrichtte het Dajjit-gebed. Hij hoorde toen een stem terwijl hij in Sajda was. Falen ligt niet in mijn aard. Vervolgens werd de volgende dag de uitdaging waar hij voor stond in zijn tablierwerk weggenomen. In ieder geval hebben veel mensen verslagen over hem geschreven, en allen hebben gezegd dat hij zeer sociaal was, nederig, toegewijd aan aanbidding en een vaste band had met Gelaffet en een perfecte vertrouwen in Allah Dalmachtige. Mogen Allah Dalmachtige hem zijn vergiffenis en barmhartigheid schenken, mogen hij zijn status verhogen en zijn kinderen in staat stellen zijn goede daden voor te zetten. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم